vriendinnen en vrienden, mijn liefste Leeuwinnen en Leeuwen. Het is al een heel tijdje geleden dat je nog iets gehoord hebt van mij, dus ik ben niet dood, zoals je ziet. Ik zit hier in feite in het midden ongeveer van een natuurwandeling. Ik zit hier in een bos, in een natuurreservaat. Ik dacht, misschien maak ik een klein filmpje op dit moment. Om jullie toch een keer terug iets te geven in feite, of iets klaar te stomen. Ik ga het niet zo heel lang houden in feite. Eerst en vooral wil ik me een beetje verontschuldigen waarom je niks meer gehoord hebt van mezelf en mij, geen filmpjes meer gekregen hebt. Er zijn daar verschillende redenen voor, dat is een combinatie van verschillende redenen. De eerste reden is mijn eigen financiële zorgen, waar dat ik hard moet aan werken om dat te proberen op te lossen. Ik ga daar niet verder in detail gaan. Mensen die mij kennen, die mij beter kennen, weten wat ik daarmee bedoel. Anderzijds is het dus de gigantische complexiteit op dit moment wereldwijd wat er aan het gebeuren is. Er is gigantisch veel aan het gebeuren natuurlijk, maar het is zodanig complex met eigenlijk desinformatie, misinformatie van allerlei kanten. Uiteraard vanuit de kant van de black hats, maar dat zijn we gewoon, dat is constant bezig met de propaganda van dus de mainstream media. We weten dat we daar eigenlijk niets mogen van geloven. Misschien kort, als je toch wilt de mainstream media volgen, dan kun je dat doen. Maar dan natuurlijk met die verstande dat zij wel degelijk informatie geven. Maar je moet het 180 graden draaien. Dus als zij zeggen Trump slecht, is het Trump goed. Als ze zeggen Poetin slecht, is Poetin goed. Als ze zeggen Xi slecht, is Xi goed. Hey, als ze zeggen bijvoorbeeld, er zal toch gas blijven komen vanuit Siberië, vanuit Rusland. En die pijplijn gaat toch, en dat is allemaal zo erg niet, draait dat maar om. Dat gaat dus deze winter zeer erg zijn. Hey. Ook voor ons hier in België. Hey, dus al die zaken in feite, dus de desinformatie, misinformatie, uiteraard vanuit de black hats, de kabal, de deep state, dat weten we. Maar aan de andere kant ook natuurlijk enorme desinformatie, misinformatie van zogenaamde gecontroleerde oppositie. Dus je mag ze niet onderschatten, er zijn er heel veel geplaatst, die dus eigenlijk daar geplaatst zijn door de kabal om ons eigenlijk te misleiden. En dat zal nu nog verergeren, dat zal echt heel zwaar worden nu, dus je gaat heel goed moeten oppassen wie dat volgt. Wat hij volgt, dat zal ongelooflijk belangrijk zijn. Maar ze gaan dus echt je volledig op het messen pad sturen. Dus wees daarvoor gewaarschuwd. Dus dat is voor mij ook heel belangrijk dat je dat eigenlijk weet. Maar ook dan natuurlijk heel veel die puur misinformatie verspreiden. Of die dus desinformatie of zelfs brol. Verspreiden in feite puur maar voor hun YouTube geld en YouTube te incasseren. Dus puur voor geld en greediness die dus ook dat soort zaken blijven geven. Ofwel zeer negatief, ofwel de pure hopium waar je dus in feite niks mee ziet. In feite. Dus dat is de tweede belangrijke reden waarom dat ik geen filmpjes meer gemaakt heb voor jullie. En de derde reden is natuurlijk dat we in de zomer zitten en dat ik vind dat ik niet te veel voor de computer moet zitten op dit moment, maar dat we vooral moeten ons verenigen met de natuur, dus verbinden met de natuur. Zoals dat ik nu probeer te doen. Natuurlijk, ik weet, er zijn momenten dat je moet werken of andere dingen, dat je voor de computer moet zitten. Ik heb het daar natuurlijk niet over, maar al vanaf dat je kunt in feite, moet je niet excess nog een keer voor die computer gaan zitten, maar is de bedoeling dat je dus zoveel mogelijk met de natuur verbindt, met het universum. En anderzijds natuurlijk ook heel veel verbinden fysisch met gelijkgezinden, waar je dan inderdaad elkaar zijn energie kunt naar boven trekken in feite. Dat is ook zeer, zeer belangrijk. Niet met andere mensen die dus de slechte energie verspreiden, of die dus altijd maar blijven zagen en die dus niet begrijpen wat er op dit moment aan de hand is. Of die dus dan compleet naar beneden trekken met terug complete desinformatie, omdat ze dus absoluut niet op de hoogte zijn van wat er wereldwijd aan het gebeuren is. Ook met die mensen moet je dus absoluut niet omgaan. Dus dat zijn drie belangrijke redenen. Er zijn er wel nog een paar andere dat ik zou kunnen vinden, maar goed, we gaan het bij die drie belangrijke combinatie van redenen houden in feite. Het eerste dat ik belangrijk vind is, waarschijnlijk hebben jullie het ook wel gehoord of vernomen via Telegram of via Rumble of andere zaken op dit moment. Het is volop natuurlijk, de Amerikaanse analisten springen er volop op. Dat is namelijk de raid die gebeurd is door de FBI op dus de woning van Trump in Mar-a-Lago. Hebben ze dus eigenlijk een raid gedaan, zowel vanuit de zee als op land. Hebben ze dus eigenlijk letterlijk binnen gestormd in het huis Mar-a-Lago van president Trump in feite. Dat is
misschien zelfs nog altijd bezig, dat weet ik niet. Maar het is dus wel gisteren, dus de 8e van de 8e van 2022, dus 08-08-2022. Dat is ook zomaar niet gekozen. Het zal wel, waarschijnlijk op numerologie ook wel een belangrijke functie hebben, terug voor die slechterikken, voor de kabal. Hey. Maar dus Trump heeft daar zelf een statement over gedaan, dus dat is wel degelijk waar, hey, dat is wel degelijk gebeurd. Nadat ze dus Bannon en heel veel andere Trump-advisors of Trump-aanhangers die publiekelijk dus de zaken uitleggen en verdedigen, ook allemaal aanvallen, juridisch en op andere niveaus in feite, hey, hebben ze dus nu eindelijk de top, namelijk dat is de eerste maal dat dat ooit gebeurd is, bij mij weten of ook bij de Amerikaanse analisten, dat zijn een president in feite, hey, dus eigenlijk zijn huis, zijn private huis eigenlijk aanvallen. Dus dat is ongelooflijk. Dus dat is eigenlijk waar dat Juan O'Seven en ook anderen het over hebben in feite. We gaan meer en meer naar waar dat we dus voor de afgrond komen, maar we moeten daar ook naartoe. Hé. We weten dat. Het zal erg zijn. We gaan naar de chaos, we gaan naar de gut punch, we gaan naar dus de afgrond. We moeten daar allemaal naartoe. Ten eerste omdat er, ja, jullie weten dat ook, hé, er nog altijd veel te veel mensen, ja, misschien 90%, zeker bij ons hier in Vlaanderen, 90% of misschien 95% van de mensen, of misschien nog meer, die dus nog altijd eigenlijk absoluut niet wakker zijn. Hé. Ze gaan wel wat gaan zagen over, ja, de gas is gestegen of de elektriciteitsprijs is gestegen en dat soort zaken wel. En dat begrijp ik, dat is ook, je wordt daar direct mee geconfronteerd. Het is zeer begrijpelijk, menselijk, dat je daar eerst over praat. Maar in feite, ja, de roots, de wortels van heel die zaak zitten natuurlijk veel dieper. Dat kan ik natuurlijk in dat filmpje, maar jullie weten het, die mij volgen. Ik heb daar zoveel filmpjes en andere dingen aan gewijd. Hé. Maar dus, het is begrijpbaar, maar er zijn nog veel te weinig mensen die wakker zijn. Maar dat is niet alleen in Vlaanderen, maar ook wereldwijd is het overal dezelfde situatie. Je ziet nog altijd mensen met maskers buiten rondlopen. Zelfs in bossen zie je mensen met maskers rondlopen nog altijd. Allee, ja. Dat zijn mensen die alleen naar die mainstream media beluisteren en die dus vastzitten in die hypnose. Ik neem ze niks meer kwalijk, die mensen. Ik ben ook niet kwaad op die mensen. Ik vind het alleen heel spijtig voor die mensen dat ze daar nog altijd in zitten. Dat ze blijven in die hypnose zitten. Ja, ze doen zichzelf kwaad in feite in een adem. Dus ja, die veiligheid blijft maar binnenkomen. Dus ja, allee ja. Dus dat is wat er nu aan het gebeuren is. Dus we zijn eigenlijk aan de opbouw naar die afgrond, de opbouw naar de gut punch. Natuurlijk, ja, de president aanvallen is natuurlijk nu echt, we zitten in die storm. Al een heel tijdje zitten we in de storm. Maar we gaan dus meer en meer naar dat oog van die storm. Hé. En dan in feite, zoals dat de Q-message gezegd heeft, the military is the only option, is the only way. Nee. En dat zal zo zijn. En waarom zie je dat ook? We hebben altijd, maar ook in Vlaanderen, maar ook in heel veel andere landen, via de juridische, legale weg allerlei zaken gedaan, dat we proberen uit, hele gefundeerde dossiers die volledig van de kaart geveegd worden, in Amerika ook, in heel veel andere landen. Dat is constant de gewone legale wegen. We weten, het rechtssysteem is compleet gefiltreerd, is compleet gecorrumpteerd in feite. Er zijn nog altijd goede rechters, zijn natuurlijk goede procureurs, er zijn natuurlijk goede mensen overal. Hé. Maar laten we zeggen, het globale systeem, niet alleen dat, maar ook van onze universiteiten, van ons voedselsysteem. En zo kunnen we doorgaan in feite. Het is allemaal gecorrumpeerd, maar nu terugkeren naar het legale. Dus ze proberen aan te tonen, ook in Amerika, die natuurlijk wel de weg naar de vrijheid is, uiteraard nog altijd. Hé. Proberen ze aan te tonen dat het legale systeem niet meer werkt. En nu natuurlijk met de gut punch dat ze nu president Trump zelf aangevallen hebben. Dat ze dus ik weet niet veel bakken met formulieren en zo verder. Dat is nog nooit gebeurd. Meegenomen hebben uit zijn private woning. Dus we gaan meer en meer naar die gut punch. Als we spreken over storm, moet ik natuurlijk niet meer vertellen wat dat Rusland binnengevallen is Oekraïne. Maar wat ik wel kan vertellen vanuit alternatieve bronnen dat ik volg in feite, die werkelijk ter plaatse zijn en zo verder, of mensen die het echt weten, zoals kolonel Scott Ritter, kolonel Douglas, mensen die ter plaatse eigenlijk filmen, dus jullie kunnen die filmpjes ook allemaal vinden, op Rumble en op BitChute, uiteraard niet op YouTube, dat is een vuiligheid, dat is, ja, vergeet dat mensen, dat is een grote vuiligheid, dus je kunt daar niets vertellen, of je wordt er direct afgehooid, zoals ik zelf ook, ik ben er niet helemaal afgegooid door, mijn dingen staan er nog altijd, maar ja goed, ik mag niks zeggen of mijn filmpje wordt geblokkeerd, dus heeft geen zin meer. Hé. Dus de Russen zijn daar volop aan het overwinnen, mensen. Hé. Dus uiteraard, de NATO en de US en de Europa blijft daar maar wapens naartoe sturen. Ja, veel van die wapens komen op de zwarte markt, komen nooit op het front, maar bepaalde komen wel op het front. Hé. En gaan dus inderdaad wel de Russen piesnijden gaan
gaan maken, dat ze dus raketten en zo afvuren. Daardoor gaan de Russen eigenlijk nog verder gaan in Oekraïne, dus meer territorium, dus in feite, laten we zeggen, meer territorium gaan ze dus eigenlijk aanpalen bij Rusland in feite, wat dat niet de bedoeling was origineel, maar die dus nu wel de bedoeling zal zijn. Dus ze zijn daar volop mee bezig met die denazifiering, zoals dat ze zeiden, die militaire actie, om dus ook het leger van Oekraïne af te bouwen in feite. Om uiteraard dan die biowapenlabo's volledig te vernietigen en ook alle informatie eruit te halen, voor dat later op UN en op wereldniveau de bewijzen te tonen dat er wel degelijk noodzakelijk was dat ze daar binnengevallen zijn. Vergeet ook nooit dat Oekraïne nooit een onafhankelijk land geworden is. En Oekraïne is nog altijd een stuk van Rusland. Dus in feite doen ze militaire actie op hun eigen grondgebied. Natuurlijk, de mainstream media gaat dat heel anders gaan vertellen. Maar dat is niet waar, mensen. Ze zitten op hun eigen grondgebied waar dat ze orde op zaken stellen. Dus dat, maar ook bijvoorbeeld heel die witwas, dat is dus een enorm witwasland in feite. Dus wereldwijde witwas, dat is echt de draaischijf van dat allemaal. Is ook diezelfde Oekraïne in feite, mensen. Dus dat zijn ze ook volledig aan het afbouwen uiteraard. Ze zijn daar alles aan het sluiten. Dus fantastische feiten. Ook de mensenhandel, kinderhandel en al die vuile boel. Dat is er allemaal een enorme draaischijf. Is de Oekraïne. Dan natuurlijk heb je ook gehoord van Pelosi, die in feite dan dat bezoek in Taiwan gedaan heeft om dus die Wereldoorlog 3, waar dat ze naartoe aan het zoeken zijn, want dat hebben ze absoluut nodig, de kabal, want zonder dat zijn ze verloren. De waarheid blijft maar naar boven sassen. Het is ongelooflijk als je het wilt vinden, mensen. Het is ongelooflijk wat er nu op dit moment naar boven komt overal. Dus ze zijn verloren, ze weten dat. Dus ze hebben die Wereldoorlog 3 nodig. Dus je ziet dat in feite, vandaar dat de NATO en de US en natuurlijk heel veel landen van de EU wapens blijven sturen naar Oekraïne, omdat ze daar de Wereldoorlog 3. En nu natuurlijk, Taiwan is de volgende stap waar dat ze dat ook. Pelosi heeft daar is effectief naar Taiwan geweest. Dat is ook natuurlijk heel moeilijk, desinformatie, misinformatie. Of is ze naar de Filipijnen en andere landen daar rond geweest in feite. Dat is ook niet allemaal heel geweten in feite. Maar goed, hoe dan ook is het terug een uitdaging naar de Chinezen toe in feite. Om te zeggen, wij zijn hier, vergeet nu, sinds 1948 is er wereldwijd overeengekomen dat Taiwan een stuk van China is. Dus ook daar, als de Chinezen daar zouden binnenvallen om orde op zaken te stellen, is terug voor biowapenlaboratoria, kinderhandel, witwaspraktijken enzovoort, toe te snoeren in feite. Dus ook daar is het terug dat zij orde op zaken zullen stellen in hun eigen land. Dus niet een inval in een buurland of in een land die niet van hun is. Dus dat zijn allemaal zaken dat ik een keer wilde brengen naar jullie. Wat ik ook als afsluiter, want ja, mag niet zo lang op zo'n filmpje, want anders krijg ik het niet meer verstuurd naar mijn computer. En krijg ik het niet openbaar om het te tonen naar jullie. Dus ik ga niet zo heel lang, ik geef jullie verschillende zaken. Ik ga dat misschien wel in de komende weken, als het wat slechter weer wordt, terug wel voor mijn computer misschien wel bepaalde zaken. Maar ik wacht eigenlijk totdat ik die complexiteit van ik wil eigenlijk waarheid naar jullie brengen. Ik zeg niet dat ik altijd waarheid naar jullie breng, maar ik probeer zo dicht mogelijk bij de waarheid te zitten dat ik naar jullie breng. En dat was niet meer mogelijk in de laatste maanden in feite, was dat niet meer mogelijk. Omdat er te weinig zaken waren die duidelijk waren. Nu komt die duidelijkheid echt naar voren. Dit oog van de storm, aanval op Trump enzovoort. Dus heel die zaak komt allemaal samen in die focus, in dat oog van die storm die zich nu eigenlijk aan het vormen is. We zitten al in de storm, dat is duidelijk. Ik weet niet of je nog weet, de journalisten die bij het aantreden van Trump in feite, of toch een beetje als in het begin van zijn presidentschap in 2017, die vroeg, als hij sprak van de storm, en dan vroeg de journalisten wat storm, en dan zei hij, ja, you will notice it, you will see it when it's there. Als de storm er zal zijn, zul je het wel zien. Die heeft er verder niet op ingehand. Dus we zitten er momenteel volop in, mensen. Dus twee zaken misschien dat ik nog een keer naar voren wil brengen. Blijft
absoluut zorgen dat je je voorbereidt. Hé. Namelijk, prepareert mensen. Hé. We gaan er altijd wat dichter. Ik heb daar filmpjes over gemaakt. Misschien van een aantal mensen zeggen, wow, voert, we gaan daar niet achter kijken. Ik zeg het nog een keer, doe het mensen. Hé. Bereid je voor. Hé. Zorg dat je wat cash in huis hebt. Niet te veel. Zorg dat je wat cash in huis hebt. Hé. Al moest er ATM's of dergelijke een bepaald moment uitvallen. Hé. Zorg dat je voedsel in huis hebt. Hé. Voedsel die niet trekt. Hé. Zoals zaken dat je misschien niet trekt zou eten in normale tijden. Hé. Bokalen, conserven, droge voeding zoals rijst, pasta's, al dat soort zaken in feite. Bijvoorbeeld ook beschuiten en dergelijke zaken meer. Alleen volgens je hoesting kun je dat gaan doen. Dus dat moet je doen in feite. Cash, veel water. Veel water. Ook bijvoorbeeld zorgen dat je een waterzuiveraar hebt. Alleen een waterfilter in feite. Zoals bijvoorbeeld een Birkveld of een Birky. Dit zijn de twee meest gekende. Dus ik doe zeker geen reclame naar de een of de andere. Maar dat zijn toch twee gekende waterfilters in feite. Ik heb zelf een Birkveld aangeschaft. Dus bijvoorbeeld ook een generator. Moest eventueel elektriciteit in bepaalde momenten uitvallen. Misschien ook zorgen dat je een kachel hebt in huis. Dat je eventueel kunt warmte, moest de gas uitvallen. Als je natuurlijk een eigen gastank hebt of dergelijke, ja, dat is een van de grote winnaars op dit moment. En ook, zeer belangrijke feiten mensen, probeer zoveel mogelijk te betalen in cash. Ik zelf zal daar nu ook terug nog meer werk van maken. Ik ben daar ook zelf niet altijd 100% goed gevolgd, maar ik zal er ook terug meer werk van maken, van terug meer cash te gebruiken. Want cash natuurlijk gaat dus eigenlijk de CBDC, dus de Central Bank Digital Currency, CBDC noemt dat eigenlijk afgekort. Gaat in feite dat kapot maken of tegenhouden in feite, want cash is natuurlijk de grote vijand in feite van die CBDC, maar dat zou eigenlijk nog veel meer in slavernij, maar als ze verder werken naar hun agenda, dus als je zoveel mogelijk cash gebruikt, ga je eigenlijk werkelijk een doorn zijn in hun ogen in feite, en help je in feite met kleine beetjes mee om in feite terug naar de nieuwe goede wereld te gaan en niet dat de Great Reset tegengewerkt wordt. Voilà. Ik heb veel gezegd, ik ben zeker dat ik niet alles gezegd heb mensen, maar goed, ik kan ook niet zo heel lang gaan in die natuurwandeling. Ik zal dan ook terug gaan wandelen natuurlijk, want dat is de bedoeling. En ik zal dan proberen dat filmpje zo snel mogelijk naar jullie te brengen. Dank jullie en ik dank jullie dat al degenen die er nog zijn, misschien zijn er net niet meer veel, want natuurlijk het is ook mijn eigen schuld omdat ik niet meer veel filmpjes gemaakt heb, maar ik hoop dat jullie bepaalde van mijn raadgevingen volgen of dat je toch terug begrepen hebt in feite waarom dat ik ze niet meer gemaakt heb, die filmpjes, en wat je vooral moet opletten op dit moment. En ga zelf op zoek ook naar informatie constant, maar ik weet dat jullie dat doen. Oké, ik zal jullie nu terug verlaten en tot zeer binnenkort. Dag.